Erik, we hebben net een lekkere zaterdagochtend houtjessessie achter de rug. Wat ik even leuk vind voor jou om te weten is, hoe vond je de fitting gaan? Je was al eerder bij ons geweest. Er zijn heel veel mensen die ze zien ons en die denken dat is mega high-end. Het zal wel heel kostbaar zijn en eng. Waarom ben je hier klant gebleven? En wat zijn je ervaringen met zeg maar de clubs die je de eerste keer bij ons kocht? En wat heeft het met je spel gedaan? En waarom ben je vandaag weer teruggekomen? Ja, nee, klopt. Ik ben 3,5 jaar geleden begonnen. Maar eigenlijk meteen voor een clubfitting gegaan. Ik vond het belangrijk om te kijken welke clubs bij mij pasten. En eigenlijk in de eerste sessie merkte ik dat de clubs die ik op dat moment had niet pasten bij mijn spel. Wat had je toen voor iets? Had je toen een startersetje? Een Jumbo Golf setje of een Decathlon setje. Oh ja, dat is een huismerk starterset. Oké, ja. Toen naar een goede set ijzers gegaan en daar heel veel speelplezier van gehad. Nu 3,5 jaar later is mijn spel iets verbeterd, heb ik het idee. En daar wilde ik ook kijken of daar clubs... mijn clubs zijn nog steeds bijpasten en vooral kijken of er ook clubs misschien beter bij mij pasten. Welke handicap heb je nu? Ik zit nu bij handicap 11. Ja, dat is fantastisch. Dus het is heel knap dat je dat in een korte tijd hebt gehaald. Nu ben ik ook fanatiek. Hoe vaak speel je per week of per maand? In de zomer minstens 3 keer. Minstens 3 keer per week. Ja. Oh, fijn. En je hebt ook echt het verschil gevoeld tussen zeg maar je telemeetijzers die je toen hebt gekocht bij ons en zeg maar dat startersetje. Heeft het je spel ook veel constanter gemaakt? Ja, absoluut. Je voelt veel beter hoe je de contact maakt met de bal, dus de ball striking. En daardoor word je ook steeds beter. Het is natuurlijk niet alleen maar de clubs, je moet ook een beetje erbij trainen. Maar je krijgt veel meer feedback van het materiaal en daardoor ga je ook sneller vooruit. Nee, vandaag? Hoe had je die gekocht? Waren die tweedehands? Of, Ja, zowel de driver was ook bij een discounter. De Auto 3 was van Marktplaats. Ik heb er een tijdje mee gespeeld, iets meer dan een jaar. Maar ik merkte dat mijn minst constante clubs waren. En daardoor wilde ik ook kijken wat het beste bij me past. Superleuk. De Auto 3 hadden we doorgemeten. Die was 2,84. Die was 2 keer extra stif. Vanaf de tee kreeg je wel redelijk weg, maar uit het gras bijna niet. De driver stond op stif, maar die bleek op senior flex te zitten. Jouw swing speed zit tussen de 95 en 100 mijl per uur. Had je zoiets van, ik was de vorige keer blij, nu, daarom kom ik graag weer terug en ik wil buiten de balvlucht zien? Ja, voor mij is het eigenlijk een no-brainer. Ik denk dat door mijn ervaring van de vorige keer, ik het idee had dat Hans mij het beste kon helpen. Daarnaast denk ik dat... golf is niet een goedkope sport, maar zodra je de juiste materialen hebt, kan je er ook het langst mee door. Dus ik zie het als een duurzame investering. Oké, fantastisch. Nou, heel fijn. Vond je dat we genoeg tijd voor je genomen hebben? Absoluut. Mijn koffie staat er nog. Ja. Nou, dankjewel en ook voor je mooie bestelling weer. En zo is het altijd leuk om blijvend met spelers bezig te zijn. En voor ons ook heel leuk om te zien dat je elke keer weer stapjes maakt. En dit is weer één. Dankjewel. Ja, bedankt.